Denis Logistics gaat terug naar de roots. Het in Menen gevestigde familiebedrijf dat al meer dan 4 generaties ervaring heeft, specialiseert zich verder in datgene waarmee het destijds allemaal begon. Douaneactiviteiten met de focus op import en export van en naar het Verenigd Koninkrijk. Dit uiteraard naast de bestaande warehouse- en expeditieactiviteiten met een specialisatie voor chemicaliën. De Brexit heeft het vervoer tussen Europa en het Verenigd Koninkrijk bemoeilijkt. Grenscontroles, maar ook een douanedocument waar geen foutenmarge op mogelijk is. Dit vraagt de nodige expertise en Denis Logistics heeft dan als een van de 4 bedrijven het kwaliteitslabel Gateway to Britain behaald. Dit is een bevestiging van onze know-how en service van onze diensten op UK. Onze specialisatie is import en export onder alle mogelijke douaneregelingen met ondersteuning voor opzet van alle nodige documenten en controles. Daarnaast beschikken we ook over een eigen douane-entrepot, hebben we een uitgebreide vergunning om accijnsgoederen te kunnen behandelen en ook voor alle advies en vragen in verband met Brexit kan u natuurlijk bij ons terecht. Daarnaast blijft Denis Logistics zich ook nog steeds toeleggen op de opslag van chemicaliën. Een andere activiteit waarmee het bedrijf al ettelijke decennia ervaring heeft. Eind 2022 hebben wij een aantal strategische beslissingen genomen voor onze organisatie. Die hebben we in 2023 uitgerold en die bleken voor ons wel de juiste beslissing. We willen dit in 2024 verder zetten en ons inderdaad blijven focussen op onze kernactiviteiten. We doen dat ook op een wel doordachte wijze. We focussen daarbij op duurzaamheid, digitalisering en verdere groei. Dus ondanks de eerder matige economische realiteit hebben wij als organisatie enorm veel goesting in 2024 en met uitbreiding de verdere toekomst. Blijven inzetten op je eigen sterktes en zodoende verder bouwen aan jouw unieke kennis en expertise. Dat is voor Denis Logistics de weg vooruit.